geïnteresseerd in zo'n dikke, bolle vetklep als jij? Nou, kom schatje, we zijn aan de beurt. Kijk het positief, Dick. Des te meer eten voor jou, hè? Vetklep. Is er? Niks. Niks? Maar waarom ben je dan zo verdrietig? Dat is niet leuk op de kermis. Hè? Of heeft het iets met dat meisje te maken? Van die groenteschotel, hoe heet ze? Lieve. Ja, die. Was ze gemeen tegen je of zo? Ze heeft verkering met Victor. Met die jongen van tegenover? Hoe komt ze daar nou bij? Jij bent toch veel leuker? Niet waar, ik ben dik. Hoe kom je daar nou bij? Het is toch zo? Iedereen hier is dun, behalve wij. Dik, het gaat niet om het uiterlijk. Het gaat om de binnenkant, dat weet je toch? Het gaat wel om de buitenkant. Vraag maar aan mama. Ik ben dik en lelijk en daarom is met Victor. Ik kan er zelfs nog iets onderaan, als ik dat wil. Prachtig. Ik heb nog wel een jurkje van toen ik zwanger was. Zou je ook vast beeldig staan? Lieverd, wat ga je doen? Weg met dat ding! En nu die zandcentrifuge nog. De trilplaat. Lieverd. Dames en heren. Onze excuses. Er is een klein probleempje in de keuken. Wij zullen helaas het restaurant moeten sluiten vanavond. Excuses. Ja. Zo, alsjeblieft. Het is afgelopen. Nee, niet de sapcentrifuge.